Universiteit van Nederland. Ik ken helium vooral hiervan. Ja. Nee. Hé. Hey. Ja, dat klopt. Hè? Ja, dat klopt. Want het verandert je stem. <laughs> Oké, okay, laten we even opnieuw beginnen. Want je stem vervormen is heel leuk, maar helium heeft ook andere belangrijke functies. Zo zijn we bijvoorbeeld afhankelijk van helium om onze kernreactoren en MRI-apparaten af te koelen. Alleen raakt die wereldwijde heliumvoorraad op. Helium is not een renewable resource. Global helium supplies are running low. En if the current global demand continues, we could be facing a shortage within the next 40 years. En dat is een probleem, omdat helium de meest interessante en unieke eigenschappen heeft van alle bouwstenen op aarde. Voor mij is het wel een van de favorieten. Nou, helium is één van de lichtste gassen die we hebben. Het is niet brandbaar en um... Het kan ook niet bevriezen. En als helium van een gas naar een vloeibare vorm gaat, dan kan het tegen de rand van je glas omhoog kruipen. Wat? Wat je daaraan hebt, daarover straks meer. In deze aflevering laat scheikundige en gasexpert Noor Abdelhoesijn ons de superpowers van helium zien. En legt ze uit waarom we moeten voorkomen dat het opraakt. En even voor alle scheikundige luisteraars: we hebben het hier vandaag over. Helium 4. Nou, wij zitten hier in de gasopslag. En daarvoor neemt ze ons mee naar het VSL Nationaal Meteorologisch Instituut. Verschillende soorten gassen, CO2, stikstof. Maar ergens hebben we ook helium. En uh, daar zit de helium in. We beginnen met de meest bekende superpower. Helium is zo licht dat het opstijgt. Superleuk in een ballon. Behalve natuurlijk als je hem per ongeluk loslaat. Om uit te leggen waarom helium zo licht is, moeten we even praten over atomen. Nou, atomen bestaan onder andere uit protonen en neutronen, ook wel bouwstenen genoemd. We hebben het hier dus over gewicht op de kleinste schaal. En dat kan je dus niet uitdrukken in kilo's of grammen. Nee, daarvoor kun je het beste kijken naar uit hoeveel bouwstenen een atoom bestaat. Helium bestaat uit vier van die bouwstenen, terwijl zuurstof bestaat uit zestien van die bouwstenen. En dat is de reden waarom helium lichter is dan bijvoorbeeld zuurstof. En ook de reden waarom helium kan opstijgen. Omdat helium dus uit minder bouwstenen bestaat, is het lichter dan de lucht om ons heen. Dat is op zich logisch, maar waarom krijg je er dan zo'n gekke stem van? Nou, wat er gebeurt als jij lucht inademt, dan stroomt dat langs je stembanden. En dan veroorzaakt dat uh, geluidstrillingen. En dat uh, klinkt als de toonhoogte die je eigenlijk normaal gewend bent. Maar als jij helium inademt. En helium is juist lichter dan lucht, gaat dat veel sneller door je stembanden heen. En dat veroorzaakt uh, trillingen die sneller en korter worden. En dat verandert juist de toonhoogte van je stem, waardoor je eigenlijk hoger klinkt dan normaal. Die lichte eigenschap van helium is voor meer dingen praktisch dan het krijgen van een hoge stem. Zo werd het na de Eerste Wereldoorlog door de Amerikanen gebruikt voor het vullen van zeppelins. Om zo over de wereld te vliegen. En dat brengt ons bij superpower nummer 2. Helium is niet brandbaar. In Duitsland wilden ze ook dat lichte, niet brandbare gas gebruiken. Maar er was geen helium beschikbaar. En dus gebruikten ze het nog lichtere waterstof. Maar de nadeel van waterstof is dat het zeer brandbaar is. Op 6 mei 1937 vatte deze gigantische zeppelin, gevuld met waterstof, vlam. En stortte neer in New York. Hoe kon dit gebeuren? Nou, waterstof is heel reactief. Dus wanneer je een vlammetje uh, te tegen een ballon uh, houdt waar waterstof in zit, dan wat er gebeurt is dat dat vlammetje, dat warmte, dat uh, initieert of dat begin, daarmee begint de reactie. De waterstof reageert met de zuurstof in de lucht en dat zien we dus als vuur. En dat was ook wat er met de zeppelin gebeurde. Maar helium is niet brandbaar. En dat is eigenlijk omdat helium niet reageert met zuurstof of stikstof of andere gassen in de lucht. Achter mij zie je dus een ballon gevuld met helium. Als ze straks een lucifer tegen de ballon aanhouden, dan zal je zien dat die ballon knapt. Maar er ontstaat geen vlam of een fik, net als bijvoorbeeld waterstof. En zo kan je helium gebruiken als een soort beschermdeken voor dingen die geen vlam mogen vatten. Of voor dingen die niet met elkaar mogen reageren, omdat ze het dan beschadigen. Bijvoorbeeld bij lassen. Als je bijvoorbeeld helium constant spuit op dat laswerk. dan creëer je dus een schild van heliumgas. En dat zorgt ervoor dat die vonkjes niet reageert met de lucht. Ja, dus beschadig je eigenlijk ook niet het metaal. Helium is dus licht en niet brandbaar. Maar dan hebben we nog superpower nummer drie. Je kan helium extreem koud laten worden zonder dat het bevriest. Laten we bijvoorbeeld een voorbeeld nemen van water. Als je water is een vloeistof. Als je die wilt bevriezen moet je naar uh, 0 graden. En dan wordt het ijs. Uh, dat geldt ook bijvoorbeeld voor koolstofdioxide. Als je die heel graag wilt uh, bevriezen moet je naar min 78 graden. En dan krijg je droog ijs. Maar helium... Dat bevriest zelfs niet als je het afkoelt tot de laagste temperatuur die we in het universum kunnen bereiken. Een temperatuur van min 273 graden, dat heet ook wel de absolute nulpunt. En ook met dat temperatuur wordt helium eigenlijk alleen een vloeistof en nooit een vaste stof. En dat maakt helium heel bijzonder gas. Het blijft dus stromen, ook bij min 273. Zo kan het extreme kou vervoeren. Helium is daardoor heel goed inzetbaar op plekken waar oververhitting. Echt gevaarlijk kan zijn. Denk bijvoorbeeld aan MRI-apparaten die moeten worden afgekoeld, of uh, in een kernreactor, maar ook tegenwoordig in quantum mechanica bij supercomputers: uh, die worden heel erg warm en die moeten worden afgekoeld, en daar wordt dus helium uh, gebruikt. Om te begrijpen waarom dit zo bijzonder is aan helium, zoomen we in op die bouwstenen. En we beginnen bij de meest bekende bouwstenen, namelijk die van water. In het begin kunnen die uh, waterbouwstenen vrij bewegen in de lucht of in de ruimte waar ze in zitten, bijvoorbeeld in een cilinder. En zodra de, uh, de temperatuur lager wordt, beginnen die waterbouwstenen dicht op elkaar te liggen. En dan botsen de bouwstenen ook makkelijk tegen elkaar aan. Als je het met een snelweg zou vergelijken is het alsof er allerlei botsingen zijn geweest... waardoor opstoppingen en files zijn ontstaan. Chaos op de weg. Langzaam rijdend verkeer. Noor noemt dit ook wel stroperigheid. Waardoor de stroperigheid toeneemt en uiteindelijk wordt het een vaste stof ijs. En bij vaste stof zijn die waterbouwstenen echt op elkaar vast, aan elkaar geplakt, bij wijze van. Om bij de verkeersvergelijking te blijven, het bewegen stopt dan helemaal. Je staat vast. Stap maar uit. Maar bij helium zit dat anders. Als je helium afkoelt, zijn er geen botsingen. Is er geen chaos. Nee, iedereen rijdt als één grote georganiseerde groep... met precies dezelfde snelheid vooruit. Waardoor ze dus eigenlijk één groot geheel worden. Één groot systeem. En die bewegen samen, laten we zeggen, dezelfde kant op. En dan kan er iets bijzonders gebeuren. Dan kruipt het bij wijze van omhoog. Dus stel dat je een glas hebt uh, met water... en je kantelt dit een beetje... Dan uh, door de zwaartekracht gaan de vloeistof naar beneden stromen. Maar met helium is het zo omdat er geen wrijving is. Dus de bouwstenen botsen dan niet tegen elkaar. Dan kruipt het tegen de wand op naar boven tegen de zwaartekrachten in. De zwaartekracht trekt wel aan helium. Maar helium heeft een paar eigenschappen waardoor het toch omhoog kan bewegen. Eigenschap 1. Vloeibare heliumdeeltjes zoeken altijd de wand op. Of het nou een glas is of een buis waar ze in zitten. Dat doen ze omdat er een hele sterke aantrekkingskracht is tussen die heliumdeeltjes en de buis. En dan hebben we dus nog eigenschap nummer twee. Ze bewegen namelijk als één geheel en hebben dus bijna geen weerstand. En die twee eigenschappen samen maken dat de aantrekkingskracht naar de wand sterker is dan de zwaartekracht. En dat helium daarom toch omhoog kan stromen. Nou, omdat hij dus die eigenschappen heeft, kan het worden gebruikt om bepaalde uh, ruimtes die een normale vloeistof niet bij kan. Uh, om af te koelen kan helium dat wel. Dus denk bijvoorbeeld aan kernreactoren, waarbij je nauwe ruimtes hebt. Helium trekt langs als een koufront en stroomt uit zichzelf naar alle plekken waar wij niet bij kunnen. Mooie toepassing, maar. Helium kan opraken. We hebben niet oneindig uh, gasvelden. Uh, want helium komt als cadeau uh, tijdens het winnen van aardgas mee uit de aarde. Uh, en dat hebben we niet oneindig hier. En als het dan op is, ja, wat moeten we dan? Nou, Daarna uh, moeten we kijken of we een alternatief gas kunnen hebben voor helium. Uh, of zoeken naar andere manieren om uh, helium te kunnen winnen, bijvoorbeeld in de ruimte. Zo is Jupiter een van de planeten waar veel te halen valt. We praten over de ruimte. Dus dan moet je denken dat is een heel duur en ingewikkeld proces. En die alternatieve gassen, hoe zit het daarmee? Argon, bijvoorbeeld, is uh, een. Kan een alternatief gas zijn voor bepaalde eigenschappen die helium heeft. Ik had eerder gezegd dat helium niet brandbaar is. Uh, Argon heeft dat ook. Het wordt ook gebruikt tijdens het lassen. Maar dat niet bevriezen als je het superkoud maakt? Dat hebben andere gassen weer niet, behalve helium. En dat maakt dat helium toch het liefst niet willen verspillen. Dus eigenlijk moeten we kappen hiermee? Eigenlijk wel, ja. Dankjewel, Noor. Goed dat jij je zo inzet voor dit bijzondere gas. En jij bedankt voor het luisteren. Tot de volgende.